Goed, ik ben in Frascati, Theater Frascati, een van de leukste theaters van Amsterdam. Ik was er nog nooit geweest. Kijk even hier hoe mooi dat is met die balkonnetjes en zo. En die mooie, echt mooi. Geld is wat hier naartoe drijft. Hebben ze dat zijn jullie allemaal mee besmet. Op Aljosja na dan natuurlijk, maar liefde voor je familie, Omar. Abnai al-Aisa, uhibbu an uqaddima lakum wa uhanniakum bil-aati. Jullie moeder, lieve jongens, heeft zich rijker gedacht dan ze in werkelijkheid was. Aan mijn lot overgelaten. Hallo. In tehuizen gezeten. Hey. Ik werd gepest. Hey. Oh. Ga je zielig doen? Gaan we alleen op de wereld, spelen? Hé, Nika! Kijk maar aan. Kijk mij eens goed aan. Ik ben nu ook familie van jullie en het gaat me aan de hart om te zien hoe jullie door onze vader worden geterroriseerd. Het is echt nog erger dan ik dacht. Ik ben niet het enige slachtoffer. Hij ruïneert ook jullie levens. Ik kan je helpen, Nika, mijn broer. Hé, hey, noem me niet zo. Wat is er aan de hand? Wat kijken jullie ernstig? Ruzie? Toch niet om mij, hè? Ik heb zojuist de voorstelling Hadji gezien. Hadji. Een moderne bewerking van het stuk De Gebroeders Karamazov, van het boek De Gebroeders Karamazov van Tolstoj, als ik het goed heb. Gesitueerd in de Amsterdamse hoerenbuurt. En het zijn allerlei perikelen rond een islamitische familie. Erg leuk stuk eigenlijk. En ik zou zeggen, ga kijken. Kijken of er nog jongeren zijn. Nee, er zijn niet echt jongeren te vinden. Maar kijk wel even in het café. Die rennen altijd meteen naar de bar toe. Goeiedag. Ik vond het wel geslaagd. Ja. Ik vond het wel een... Zou ik iedereen aanraden? Nee, dat niet.